zaterdag niet meer. Nee. Hier rij je zeg maar zo de haven in. Oh, cool. Ja, het is ook cool dit. Zie je de hele andere kant van Kaapstad, zie je dat? Daar die hele baai. Komt er de walvis bij? Nee, nee. En dan heb je daar een Signal Hill. Daar ligt het Capetown voetbalstadion, zie je dat? Achter ja, het gebouw. Die ronding nog? Die ronding, ja. En dat is Lions Head daar. En dat zie je als je van bovenaf ziet een lichaam van een beest, daarom noemen ze het Lion's Head. Die is 600 meter. We gaan hier. Oh, deze rij maar voorbij. Eikels, ik was hier af. En hier tafel weg. Ladies man, hè? Ja, neem een afslagje verder, hè? Deze afslag is heel stijl. Even kijken dit, hè? Nee, en... Het is lekker zo met een busje, zo. Je moet het even weten. Zeg je? Je moet het even weten. Ja. Dit is ook een parcours, ja. Zeg je? Een stukje parcours. Ja. Hier ga ik echt niet stoppen, want dan... Ik moet even de snelweg open. Wat mooi gezicht, hè, dit? Dan gaan we ook nog rijden hoor, met z'n allen naartoe, naar die top. Ja. Een leuk buurtje voor het stok. Ik heb toen trip gevoetbald. Wat? Ja, niet met voetbalschoenen aan. De Tafelberg, hè? Kijk hier, Keizersgracht, Zonnebloem. Zit er goed, dat is goed, schrijven zo naar de expo. Kijk, daar is die Good Hope Center, zie je dat? Die boog. Ja, boog. Dit is een heel gevoelig gebied. Dit was het vroege District 6. Ah. Waar alle kleurlingen, waar mensen met z'n spleen nu vandaan verbannen zijn eigenlijk. Dus dit eigenlijk, dit hele gebied, en ook Woodstock en alles. Allemaal blank en heel langzaam komt het weer terug. Dus er lopen nog steeds rechtstaken van mensen die zeggen, dit is mijn stukje grond. Dus hier hebben mijn ouders gewoond. Oh ja. Geef ons dat terug. De blanken zijn hier gewoon verdreven op een gegeven moment. Nee, de zwarte kleurlingen.